We besluiten het journaal vandaag met de weersverwachtingen van de Meteorologische Dienst Suriname, MDS. Die geldt tot en met morgen 18 mei. In de avond en nacht komen er vooral in het binnenland perioden met buien voor. Lokaal zullen er perioden zijn met lichte tot matige buien, mogelijk kortstondig zwaar met onweer. In de vroege ochtend zullen er langs de kust op sommige plaatsen perioden met lichte en soms matige regenbuien voorkomen. Aan het eind van de nacht ontwikkelt zich plaatselijke nevel en of mist in overwegend bosrijke gebieden. Morgenmiddag en aan het begin van de avond zullen er verspreid perioden zijn met buien die soms gepaard gaan met onweer en mogelijke windstoten. Op enkele plaatsen zijn de buien kortstondig zwaar. In alle districten zullen er morgen gedurende de periode zijn met onweersbuien en soms windstoten. In de avond van 17 op 18 mei zal het in Marowijne, Komowijne, Paramaribo, Saramaka en Brokopondo tijdelijk bewolkt zijn met buien. Terwijl in Sipaluwini perioden zullen zijn met onweersbuien en soms windstoten. In Koroni, Nikeri en Para zullen er morgen nacht af en toe lichte buien zijn. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat morgen in de middag en vooravond op enkele plaatsen kortstondig zware onweersbuien zullen optreden die eventueel gepaard gaan met windstoten.